Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom bij Tegenlicht Meetup nummer 177 aan het front van de informatieoorlog. En ik zeg dat namens Pakhuis De Zwijger en VPRO Tegenlicht. We gaan het hebben over de vraag: hoe strijd je tegen leugens en voor de waarheid? Om daar wat meer context bij te geven. U zult bekend zijn met het fenomeen nepnieuws. De wereld lijkt erdoor te overspoeld te worden. Soms als geintje, maar steeds vaker als strategisch middel. Rusland lijkt een van de grote spelers te zijn in het inzetten van die staatsgedreven desinformatie. We willen vanavond wat meer weten over hoe dat precies werkt, hoe het zich verhoudt tot traditionele oorlog en wat je er tegen kan doen. Die vragen gaan we bespreken in deze Tegenlicht Meetup. We hebben daar een uur de tijd voor en als u het concept nog niet kent, leg ik dat even kort toe. We praten door naar aanleiding van de uitzending die zondagavond op televisie was op NPO 2 en sindsdien online is terug te kijken. We laten een paar korte fragmenten zien, maar belangrijker is dat we een aantal gasten hebben uitgenodigd die meer over dit onderwerp weten. En dat zijn in eerste instantie Mea Dols de Jong. Zij is regisseur namens VPRO Tegenlicht en maker van deze uitzending. En daarna praten we door met in willekeurige volgorde Jolle Demmers, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. Zij is hier bij mij in de studio. Dat geldt ook voor Jesse Evers. Hij is projectmanager bij DROG, het Counter Disinformation Platform. En via Zoom zijn bij ons Kati Piri, Europarlementariër voor de PvdA met onder meer Oost-Europa in haar pakket. En Koen Verhels is correspondent namens verschillende media in de Baltische Staten. En zij zijn dus allebei via Zoom bij ons, de laatste twee. Nou, het hele idee van een livecast is natuurlijk dat u vanuit huis mee kunt doen. En dat kan via de chatfunctie. Kunt u vragen stellen aan de, zeg maar, de techniek, de hosts. Of u kunt daar met elkaar van gedachten wisselen over wat hier gezegd wordt. Voor mij belangrijker is de Q&A-functie waarmee u vragen kunt stellen aan de mensen die we hebben uitgenodigd. Het is fijn als u daarbij vermeldt voor wie de vraag bedoeld is, zodat ik die gericht kan stellen. En op een aantal momenten deze avond pakken we de vragen erbij. En ik hoop zoveel mogelijk vragen te kunnen behandelen. Maar ik kan niet garanderen dat dat voor allemaal lukt. En als u alleen mee wil kijken, kan het ook via de livestream op de programmapagina van Pakhuis De Zwijger voor deze avond en via ons Facebook-kanaal. Goed, laten we gaan kijken naar het eerste fragment voordat we zo doorpraten met Mea Dols de Jong. In dat fragment komt Thomas Skeponis aan het woord. Hij is desinformatieanalist en Raimundas Karoblis, minister van Defensie, over de online dreiging vanuit Rusland voor Litouwen. We see aggressive Russian informational activities, disinformation, propaganda, fake news cases in our information environment. And we do think that it's a threat for our national security. And we do anticipate that we're supposed to stop these activities, or in another case, it might be our independence and decision-making process threatened. So the threat is such when we see direct aim to initiate the conflict between the various groups in the society, and with absolute lies and absolute fake news. It's absolutely national security threats. It's about the discrimination. It's about the creating of the panic. All we are targets of this fake news and information threats, directly or indirectly. Propaganda is the weapon. On information war is going, cyber war is going, and also other hybrid activities. We have invisible war in the peacetime. Welkom terug bij de Tegenlicht Meetup aan het front van de informatieoorlog. Als u vragen heeft, ik zei het net al even kort, stel die vooral via de Q&A-functie. We gaan praten met Mea Dols de Jong. Mea, welkom bij deze meetup. Goed dat je er bent. Wanneer drong het tot jou door dat dat hele nepnieuws, wat natuurlijk al langer rondzinkt, hè, dat begrip, dat dat ook kan worden ingezet als ja, oorlogvoering of het behalen van strategische doelen op het internationale podium? Wanneer werd het voor jou een onderwerp voor een potentiële tegenlicht? Ik had
Ik las een artikel van Floor Boon. Die is verslaggever bij de NRC. En die doet maar vanuit conflictgebieden verslag. En die schreef een artikel bij een NAVO-missie in Litouwen. En zij zei, normaal kom ik in conflictgebieden en zie ik het. En nu ben ik in Litouwen en ik voel aan alles dat ik in een conflictgebied ben. Maar ik zie het niet. En dat vond ik heel interessant. En zij zei, ja, het voelt een beetje alsof ik hier aan het front van de informatieoorlog ben. Dus dat was voor mij het begin dat ik dacht, oh, dat is een goed startpunt om het te hebben over een onderwerp wat zo moeilijk visueel te maken is, maar wel zo belangrijk is om het over te hebben. Dacht ik, als we nou daar gaan kijken, als dat echt waar is, dat ze daar er zoveel meer last van hebben en dus ook meer ervaren mee zijn met hoe je daar dan tegen moet vechten. Hoe ziet dat er dan uit? En wie zijn die partijen langs die frontlinie dan precies? Voelde je het zelf ook toen je er was? Dat gevoel wat je net beschrijft van Floor Boon? Ja, denk ik wel. Oké. En misschien eventjes, voordat we hierover doorpraten, maar eventjes een paar begrippen die dan voorbij komen. Ik had het net in mijn introductie over desinformatie. Dan heb je dat fake news of nepnieuws en misinformatie. Kan je hem even helpen om die begrippen naast elkaar te zetten, zodat we het niet door elkaar gaan halen vanavond? Ja. Oké, dus het belangrijkste onderscheid is eigenlijk mis- en disinformatie. Dus misinformatie is als je per ongeluk foute informatie verspreidt. Dus bijvoorbeeld iemand vraagt aan je, hoe laat gaat de bus? En je zegt 8:30, terwijl het 8:00 was. Maar je doet het per ongeluk, er zitten geen foute bedoelingen verder bij. Dan is het misinformatie. Desinformatie is wanneer je expres zegt, hij gaat om 8:30, want je wil dat iemand de bus mist. Dus dan zitten er foute intenties bij. Fake news is eigenlijk een beetje een lastig term. Ja, een beetje een modeterm eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Want daar wordt eigenlijk alles mee bedoeld. Dus dan wordt dat onderscheid tussen mis- en disinformatie niet echt gemaakt. Mm-hmm. Okay. Dankjewel. Dus heel die strategische inzet en die intentie erachter. Hey, wanneer gebeurde er iets in die regio, Baltische Staten, Rusland, waardoor je dacht, nu is het tijd om daar naartoe te gaan en echt dat verhaal op te gaan halen, wat je dan al in je vizier had? Ja, nou, dat ging er vooral over dat eigenlijk de grootste Nederlandse missie op dit moment in Litouwen is. Dus de meeste soldaten worden op dit moment naar Litouwen toegestuurd. En de NAVO-missie die daar gaan is ook best aanzienlijk. En ik weet nog dat toen dat las, ik echt dacht van, hé, wat is daar dan aan de hand? Weet je wel? En hoe kan het dat als wij onze meeste soldaten naar Litouwen sturen, wat is daar dan precies? En waarom horen we daar eigenlijk zo weinig over? Dus dat, ik denk dat dat de concrete aanleiding was van, oké, dan ben ik toch wel heel benieuwd wat daar gaande is. Ja, waren de mensen die je daar wilde spreken ook allemaal bereid om met je te spreken? Want er zitten natuurlijk een paar ook best wel spannende fragmenten in de uitzending, in de zin dat je bovenop de actie zit. Hè? Op een gegeven moment komt er echt iets binnen. Ja. En heb ik bijna het idee dat hij zoiets heeft van, goh, zullen we dit interview even skippen? Want ik ben nu zeg maar mijn land aan het redden, bij wijze van spreken. Ja. Als je het heel groot maakt. Had jij dat ook? Ja. En was het toen nog wel, laat ik eerst even, wilden de mensen die dan echt in zo'n frontlinie zitten wel allemaal met je praten? Of... Nee, zeker niet. Nee, dat was heel moeilijk. Sowieso waren natuurlijk die elfen, die wilden überhaupt niet herkenbaar op beeld. Maar het was al, om ze überhaupt voor de camera te krijgen, was al heel ingewikkeld. En er zijn ook heel veel mensen die we gesproken hebben die niet voor de camera wilden, zeker. Kan je een voorbeeld geven van iemand die echt misschien het verhaal anders had ingekleurd? Of waarvan je echt, goh, jammer, dat was goed geweest voor de uitzending, waarbij dat toch helaas niet lukte? Nou, ik denk dat in de arena van de Baltische Staten gezet. Dus we wilden niet naar buiten gaan, maar we wilden natuurlijk heel graag ook kijken naar, hoe zit het dan aan die andere kant? En wie zijn dan degene die vinden eigenlijk dat de Russische media de waarheid spreken en de westerse media aan het liegen zijn? Want dat was gewoon heel moeilijk om die te spreken. Er zat wel één iemand tussen, toch? Die kerel die zijn paspoort laat zien. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de enige die we hebben kunnen vinden. Okay. Niet vinden, maar die wilde voor de camera komen. Hey, misschien afrondend door, want het is echt even een korte aftrap. Maar gewoon eventjes, wat er net al eventjes heel kort over, maar je hebt meer over in dat uitzending gemaakt over dat internetdomein, of dat digitale domein, emoji, over het trollen. Is dat een domein wat jou op de een of andere manier meer aanspreekt dan andere onderwerpen? En gaan er nog nieuwe onderwerpen komen die je gaat belichten? Nou, ik denk wel. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel dingen aan de hand in de wereld op dit moment. Maar een van de onderwerpen, hoe we met informatie omgaan online. En ik denk dat we wel voorbij het stadium zijn dat we zeggen, oké, het is allemaal vrij en iedereen moet kunnen doen en laten wat hij wil online. Daar zijn we al aan voorbij. Maar hoe gaan we dat precies vormgeven? Op welke manier gaan we daar regels omheen ontwerpen? Wie gaat daar over? Want het is toch
ja, het is wereldwijd. Dus hoe gaan we dat vormgeven? Ik denk dat die vraag fascineert me heel erg. En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Wel. Ja. Ja. En wel iets waar we het misschien te weinig over hebben, omdat het ook zo'n niet-visueel onderwerp is. Ja, ja, dat denk ik ook. Najaar 2020 of is dat nog te vroeg? Wat na 2020? Nee, najaar 2020 of om dit onderwerp bij de kop te pakken? Of dat we dat ja, dan ook kunnen nou, zien? Denk ja, de Amerikaanse verkiezingen zijn natuurlijk ook wel weer interessant om naar te kijken. Als je kijkt naar hoe daar wat er wel en niet op Facebook mag verschijnen. En hoe ze omgaan met politiek campagne voeren online. Dat heeft natuurlijk eigenlijk ook ermee te maken. Ja. Want als je het hebt over censureren en dat soort dingen. Dus, ja, het blijft relevant volgens mij. Ja, ik, voordat we afronden, nog een vraag van Joost aan jou. Waarom is er niet meer aandacht gegeven aan die man die voor Rusland op wilde komen en over zijn motieven? Dus dat is inderdaad die kerel met dat paspoort waar we het net over hadden. Maar om die wat meer uit te lichten, want hij zat erin, maar had het niet meer gekund op... Had dat meer gekund? Ja, dat had, ja, dan had er een ander personage uitgemoeten. Ja, dat had gekund. Dan hadden we iemand anders niet moeten laten zien. Dus was een ander stuk verhaal weer weggegaan. Mm-hmm. Hij zit er... Relatief, volgens mij, zegt hij nog best veel. Hij heeft meer spreektijd, volgens mij, dan de anderen. Maar los van meer technische en zeg maar Jozef het dan over zijn motieven, zeg maar. Waarom doet hij dat nou precies? Hij zegt dan, het Westen kan beter liegen, dan lijkt het geen leugen. Hè? En wij in Rusland kunnen dat wat minder goed. Ja, ja nee, ik heb geprobeerd het neer te zetten, hem goed terecht te doen, hoop ik. En ook te laten zien dat, dat het feit dat hij geen staatsburgerschap heeft en zich eigenlijk gewoon heel erg gediscrimineerd voelt, is misschien ook wel... dat daar gewoon best wel veel pijn zit. En dat, dat, dat hij het gevoel heeft dat hij niet vertegenwoordigd wordt. En dat hij, dat, dat ook best begrijpelijk is dat hij dan naar de mensen luistert die het voor hem opnemen. Ja, oké. Okay. Maar ja, veel dank voor je toelichting en voor het maken van de uitzending. En nou ja, blijf vooral de livecast volgen wat mij betreft. Maar dank voor nu. Ja, heel graag. Dankjewel. Joe, we gaan naar het tweede fragment toe. Elina Lange komt daar aan het woord. Zij is NAVO-desinformatie-expert. En zij heeft het over de werking van desinformatie. Waarom je dat doet en wat het oplevert. People get disoriented. They don't quite understand anymore where to look for correct information. And if they lose, for example, trust in media, objective journalism, if they start to believe that that doesn't exist and all media is manipulated by the government, if they start to believe that government is not acting in the interest of its own people, then we have a problem. It just increases fear and anxiety in the population, and then this population is again much easier to manipulate with when the time comes. People start thinking that, well, maybe it's not actually such a good idea to live in a liberal democracy. And then eventually it reflects on their vote, so the choice that they make when they go to the polls. What we could potentially see is increase in people voting for more radical parties, nationalist parties, far right, populists, at the end of the day, as I say, you don't actually need to physically wage a war, a conventional war against someone. It's enough sometimes if you just have a government in place that supports your interests or your worldview. Welkom terug bij de Tegenlicht Meetup over aan het front van de informatieoorlog. Als u vragen heeft, kan het dus via de Q&A-functie. We praten door met Koen Verhels, correspondent namens verschillende media in de Baltische Staten. Koen, welkom. Goed dat je er bent. Goedenavond. Hi. In dit fragment zien we dat door desinformatie, Elina Lange komt aan het woord, zoals ik al zei, van de NAVO, mensen hun vertrouwen in media en journalistiek kunnen verliezen. Nu behoor jij tot die beroepsgroep. Herken je dat? Gebeurt dat inderdaad ook in jouw ervaring?
Ja, absoluut. Je merkt het heel vaak als ik zeg van goh, ik werk als journalist, dan dat mensen dan toch wel meteen fake news beginnen te roepen en dat soort termen. Maar meer in serieuze zin is het absoluut een onderwerp wat echt diep doordringt in het medialandschap van deze landen, van Letland waar ik zelf woon. Daar heb je een medialandschap dat eigenlijk opgedeeld is in twee talen. En ja, de mensen spreken wel elkaars taal in veel gevallen, maar lezen of luisteren of kijken niet naar media uit de andere taal. En ja, dan krijg je een soort van parallele medialandschap, waardoor dat soort problemen eigenlijk groter en groter kunnen worden. Nu begrijp ik wel eens dat ook soort dat het per generatie kan, of dat kan ik me eigenlijk voorstellen, dat het per generatie verschilt. Of is het echt ook bij jongeren, die waarvan je misschien verwacht dat die elkaar wat makkelijker opzoeken, zijn dat daar ook echt parallele werelden? Nou ja, bij jongeren wordt het echt steeds minder een probleem. Er zijn ook steeds minder van die man die zijn paspoort liet zien bijvoorbeeld. Zoals het dan heet, een niet-burger. Nou, het aantal niet-burgers in Letland is al heel erg lang aan het dalen. En onder jongeren is het vrij beperkt. Vanaf dit jaar kunnen er ook geen nieuwe burgers meer bij komen. Dus als nu niet-burgers in Letland een kind krijgen, dan kunnen ze er niet meer voor kiezen om hun kind ook een niet-burger te laten zijn. Dan wordt dat kind automatisch een burger van Letland. Dus dat probleem lost zich een beetje op. En daarbovenop komt dan nog het feit dat steeds meer mensen zijn drietalig in deze landen. Die moeten sowieso ook Engels leren als ze ergens willen werken. En ze moeten allemaal Lets of Litouws en Russisch kennen. Dus langzaamaan gaat dat probleem steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Ja. Heb je het idee dat je echt aan het front van een informatieoorlog zit? Ik bedoel, je hebt het net over parallele werelden qua mediagebruik, maar aan het front van een informatieoorlog klinkt nog een stukje erger. Heb je dat gevoel ook echt? Nou, absoluut. En dat heeft heel erg te maken met hoe die media dan volgens weer ingezet worden. Het voorbeeld van de niet-burgers is een heel goeie. Want die man die in de video, in de aflevering zei van dat hij zich gediscrimineerd of niet vertegenwoordigd voelde. Daar, Rusland haalt het ook heel vaak aan. Hè, dat het zegt van nou, onze burgers, terwijl het niet geen Russische staatsburgers zijn, die worden gediscrimineerd in de Baltische landen vanwege deze regelingen en dat ze daardoor niet kunnen stemmen bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd, Rusland houdt zelf in stand dat die mensen zonder visum naar Rusland kunnen mogen reizen. Dus dan kun je je afvragen, hebben deze niet-burgers een reden om ook werkelijk de hele taalkursus te gaan doen en het examen om alsnog een Lets paspoort te kunnen bemachtigen. Waarmee ze vervolgens wel een visum nodig hebben om hun familie in Rusland op te gaan zoeken. Dus dat is een voorbeeld van informatie, desinformatie, dat eigenlijk al heel erg lang, al decennia gaande is. We zien in de uitzending ook dat wekelijkse programma, hè, wat dan desinformatie ontmaskert. In Nederland hadden we een tijdje terug minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die zei dat ze het vermoeden had, of dat er aanwijzingen bestonden, dat Rusland zich in de Nederlandse politiek mengt. Dat is in Nederland dan best wel een debat op zich. Heb jij het idee dat dat in hoe zou zo'n soortgelijke opmerking in de Baltische Staten vallen? Wordt dat dan meteen voor waarde aangenomen? Of is er ook een heel debat over en wordt het dan die opmerking op zich weer in twijfel getrokken? Nee, ik denk dat is echt iets wat zozeer aan de dagelijkse orde is. Dat iedereen weet eigenlijk wel hoe dat meer of meer werkt. En zeker omdat veel Letten en Litouwers ook uit historische redenen Russisch spreken, volgen ze ook met een half oog wel eens de Russische media. Of er wordt wel eens wat natuurlijk gedebunked en zo. Dus het is heel duidelijk dat soort desinformatie in de media en in op de sociale media, in het Lets en in het Litouws en in het Russisch steeds meer voorkomt. Voelt men zich daar voldoende gesteund door de NAVO? Nou, die missie in Litouwen die helpt wel echt enorm. Daar hebben ze natuurlijk zelf ook heel erg om gelobbyd. Na de annexatie van de Krim hadden ze meteen van ja, wij moeten toch echt wel wat assistentie hebben hier. En juist om te zorgen dat de NAVO laat zien dat ze ons serieus nemen. En dat er een soort van, hoe dat dan heet, een tripwire ter plekke is om te zorgen dat als er echt iets misgaat, dat ze dan toch een soort van militaire buffer hebben. Ja.
En een link, we gaan zo door in het gesprek met Katy Piri en een beetje een link daar naartoe alvast. Want heb jij het idee dat Rusland zijn pijlen vooral richt op de Baltische staat, of is dat een veel breder perspectief? Ja, je hebt natuurlijk die hele regio een beetje in de smiezen, maar lees ook wel wat meer. Wat is jouw beeld daarbij? Nee, ze gaan ook echt zeker heel erg naar andere landen toe. Poetin is het laatste jaar heel veel bezig geweest om bijvoorbeeld de geschiedenis te herschrijven rondom het begin van de Tweede Wereldoorlog. En daar betrok hij dan Polen heel erg in, wat natuurlijk deels door Rusland bezet is in die tijd. Door te zeggen van nou, Polen was eigenlijk een van de instigators van de Tweede Wereldoorlog. En er zijn ook allerlei voorbeelden te noemen van gekke voorvallen in Zweden, in Finland. En ja, natuurlijk moeten we natuurlijk ook nog kijken naar eigenlijk heel Europa. Want er zijn overal wel voorbeelden te noemen waar Rusland op een of andere manier een onverkwikkelijke rol heeft gespeeld in de afgelopen tijd. En daar kunnen ze vaak een soort van draai aan geven. Ze hebben een soort van plausible deniability om het net te doen alsof het ze niet waren. Maar tegelijkertijd is het ook niet helemaal duidelijk dat ze het wel waren. En die verwarring, daar varen ze natuurlijk wel bij. Oké. Dankjewel Koen voor nu. We spreken elkaar aan het eind nog als we even bij elkaar komen voor alle gasten die we dan hebben gesproken. Maar voor nu veel dank. We gaan door met Katy Piri, ook bij ons via Zoom. Nogmaals even aan de mensen thuis. Als u vragen heeft, kan het dus via de Q&A-functie. Katy Piri, Europarlementariër voor de PvdA en onder meer Oost-Europa in haar pakket. Welkom Katy, goed dat je er bent. Wat net al over in het gesprek met Koen, dat Rusland zijn pijlen op breder richt dan alleen de Baltische staten. Als je dan vanuit de EU bekijkt, welke landen heeft de EU op een lijstje staan van landen waar je in deze context voor op moet letten? Nou, inmiddels wordt dat lijstje steeds groter. We hebben het nu tijdens de coronacrisis natuurlijk ook gezien hoe eigenlijk heel agressief soms China ook natuurlijk bezig is met desinformatiecampagne, soms gericht op bepaalde landen, maar helaas zijn er ook landen als Pakistan, Iran, Saudi-Arabië. Over het algemeen zijn het natuurlijk landen die ook desinformatie verspreiden onder hun eigen bevolking. Dat zijn ook de landen die proberen in het Westen. We zagen het met Amerikaanse verkiezingen, maar nu ook zeker Europa is gewoon een platform geworden waar dit soort informatieoorlogen worden uitgevochten. Ja. En dan in het fragment waar ik net al over had, gaat dan ook over de werking van democratie. Hè, die kan worden aangetast. Merk je dat in het Europese parlement ook? Dat er bepaalde. Merk je die invloed van desinformatie? Nou, ik heb natuurlijk collega's uit 27 landen. Dus we hebben natuurlijk een aantal echt schandalen gehad in een aantal Europese landen. In Oostenrijk, de zogenaamde Ibiza-gate, waar bleek dat een van de politieke partijen echt gefinancierd is, ook vanuit Rusland. Hetzelfde hebben we natuurlijk ook gezien in Italië, vorig jaar zomer. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken, niet alleen naar alle desinformatie die er via sociale mediakanalen wordt verspreid, maar ook te volgen hoe zitten nou die financiële stromen in elkaar naar politieke partijen. En een aantal collega's in het Europese parlement zijn natuurlijk van diezelfde partijen die soms ook gefinancierd worden vanuit Moskou. Ja. In de uitzending zit, we hadden hem net al eventjes, kwam hij ter sprake. De Litouwse inwoner die zijn paspoort laat zien. En die heeft dan op een gegeven moment over dat het Westen beter kan liegen, maar dat het nog steeds wel leugens zijn en dat ze er eigenlijk beter in zijn dan de Russische kant. Wat vind je van zo'n opmerking? Ik vind het moeilijk om een oordeel te vellen over iemand die ik niet ken. Kijk, wat ze ontzettend goed doen, is kijken van wat zijn de zwakheden, waar ligt een kern van waarheid en hoe kunnen we daarin zitten wroeten. Dus dat zag je natuurlijk nu met de coronacrisis. De eerste reactie van Europese landen was eigenlijk grenzen dicht. We zorgen vooral voor onze eigen bevolking. Dat zorgde natuurlijk voor bepaalde emoties, ook in Italië. En wat zie je? De Russen komen eraan. Wij zijn hier om jullie te helpen. De Chinezen doen hetzelfde. Een grote propaganda over hoe ze hulpmiddelen leveren. Dus bepaalde zwakheden uitbuiten en natuurlijk ook in de Baltische Staten gewoon de bevolkingsgroepen tegen elkaar proberen uit te spelen. Dat is ontzettend gevaarlijk in een democratie als dat gebeurt. Ja. Maar als je die opmerking wat meer van een afstandje naar kijkt, zou je ook kunnen zeggen dat in principe ieder politiek systeem een bepaald verhaal of een narratief heeft wat door de andere partij kan worden gezien als van goh, ja, nou, wij kijken er echt wel anders naar. Is er ergens ook binnen Europa een soort van spiegel waar naar gekeken wordt van goh, in hoeverre
klopt ons verhaal eigenlijk wel. Begrijp wat ik bedoel? Ik bedoel, je hebt altijd natuurlijk beide kanten van het verhaal. Ik wil niet alles helemaal bagatelliseren als van goh, waar het zo in het midden liggen. Maar begrijp je? Ik bedoel, daar zit natuurlijk altijd verschillende invalshoeken in. Maar ik denk wat nu echt het verschil is, is dat we soms gewoon, je kunt natuurlijk ook al, heb je als basis een bepaalde feit, namelijk coronavirus is gevaarlijk, is echt gevaarlijker dan de gewone griep. Daar kan je natuurlijk vervolgens een verschillende opvatting over hebben, of we nu strengere maatregelen moeten nemen of minder strenge maatregelen. Dat hoort in een democratie. Maar op het moment dat er nu disinformatie wordt verspreid, dat handen wassen niet helpt, je moet juist wodka drinken, of het is ontstaan in een laboratorium, hetzij in de VS of in China, of je moet 5G-masten in Nederland in de fik steken. Ja, dat is geen politiek debat meer. Dan heb je het gewoon echt over complottheorieën. Dus de basis voor een politiek debat ontbreekt natuurlijk wanneer je niet de juiste informatie hebt. Je bent op dit moment bezig met een speciale commissie in te richten. Wat moet die commissie doen? Want als de commissie hiermee bezig gaat, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben meteen na de verkiezingen, heeft mijn fractie, de Europese Sociaaldemocraten, gezegd, ook na die voorvallen in Oostenrijk en in Italië, dat het ontzettend belangrijk is dat we vanuit verschillende perspectieven kijken wat we hier, hoe we ons beter kunnen weren tegen dit soort kwade bedoelingen van derde landen. En dan moet je denken, er zijn natuurlijk ook cyberaanvallen die er plaatsvinden. We moeten ook natuurlijk iets doen aan wat we met een moeilijk woord noemen media. Dat mensen beter getraind zijn om te kijken wat wel en niet goede informatie is. Kijken hoe we kunnen reguleren dat sociale platformen meer transparant zijn over hoe ze dit soort berichten verspreiden. En daarvoor willen we graag een speciale commissie oprichten die zowel op het Europese niveau als op het nationale niveau adviezen kan geven hoe we deze strijd veel beter kunnen gaan voeren. En is dat dan, hoor ik dan dat het in principe breder is dan Rusland? Of is er toch wel een speciale focus op Rusland gezien de context waar we het vanavond over hebben? Nou, ik denk dat Rusland was zeker de eerste aanleiding. Rusland is ook het land wat tot nu toe in Europa, denk ik, de meeste desinformatie heeft verspreid. Kijk ook alleen maar in Nederland natuurlijk naar alle complottheorieën over MH17. Hebben wij natuurlijk zelf ook mee te maken gehad. Maar je ziet dat het niet alleen Rusland is. Ik zie nu ook enorm veel zorgelijke berichten over de manier waarop China probeert haar versie van de waarheid te verspreiden. Dus het is niet gericht tegen één land, maar we weten wel heel goed welke landen het zijn die zich hiermee bezighouden. Ja. En zeg je dan dat corona dit eigenlijk wat meer op de spits drijft nog? Omdat echt de strijd nu is om de waarheid omtrent, nou ja, wat er dan ook speelt en wie de good guy en de bad guy is, bij wijze van spreken. Maakt dit het verhaal allemaal scherper? Ja, er is een machtsstrijd gaande tussen China en Amerika. En met de Amerikaanse verkiezingen opkomst, met China waar dat virus is ontstaan, zie je ook dat allebei die landen ook eigenlijk in een competitie zijn over hoe ze de ander de schuld kunnen geven. Dus dat is er gaande. En tegelijkertijd denk ik ook dat je gewoon ziet dat dit een oorlogsvoering is die vrij weinig geld kost en die dus steeds massaler zal worden ingezet. En dan moeten we ons ook gewoon professionaliseren over hoe we mee omgaan. Op dit moment heeft de EU een budget van slechts 5 miljoen euro met een groep van 40 mensen die specifiek zich met tegengaan van desinformatie tegenhouden. Dat is natuurlijk niet in proportie tot hoe groot die dreiging is. En als nog één ding mag zeggen, is juist nu met corona zie je natuurlijk dat misinformatie ook letterlijk kan leiden tot overlijdens van mensen. Op het moment dat je gewoon verkeerde informatie verschaft over nepmedicijnen, et cetera, die je zogenaamd zouden doen genezen, brengt dat natuurlijk ook levens in gevaar. Ik krijg net even, dat is echt even afronden. Zoals je daar kort op zou willen reageren. Een vraag van Fight Against the Trolls aan jou. Waarom probeert het Westen / de NAVO niet met een actieve desinformatiecampagne tegen Rusland de oppositie te steunen? Dus dat is iets meer van het defensieve, maar meer het offensieve karakter. Ja, nou ja, zoals je weet, ten eerste denk ik, weet je, ik vind het altijd moeilijk om in een ander land in te mengen in de politiek. Dat ligt natuurlijk ook gevoelig. Rusland heeft natuurlijk ook heel veel wetgeving de laatste jaren, sinds de
revoluties in een aantal van hun buurlanden doorgevoerd, waardoor het ook heel moeilijk is om bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties te financieren. Ik ben er persoonlijk niet voor om politieke partijen te financieren, maar ik denk wel dat je het maatschappelijk middenveld natuurlijk veel beter zou kunnen versterken. Met geld lukt dat niet, maar misschien met trainingen en met hen soms bescherming te bieden en hun geluid ook te laten horen in Europa, dat we ons steentje kunnen bijdragen. Oké, Kate Piri, dankjewel. Ook zo direct sluit je, ben je van harte welkom in zeg maar, een slotgesprek. Maar voor nu dank. We gaan naar Jolle Demmers naast mij in de Grote Zaal. Pakhuizen Zwijger, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit van Utrecht. We zoomen iets verder uit. We hebben het eerst over de Baltische Staten gehad en een Europees context. En dus wat andere landen kwamen voorbij. Nu willen we het meer over echt de werking van zo'n informatieoorlog gaan hebben. En natuurlijk komt Rusland ook nog voorbij. Maar we hebben net al gehoord wat het gevaar is van die staatsgedreven desinformatie. Is het daarmee ook, werkt het? Is het een goede tactiek? Ja, nou allereerst misschien is propaganda en angstpolitiek en framing zo oud als dat er conflicten zijn. Ja. En ik denk dat het enige wat nu nieuw is, is dat het zich op het internet afspeelt. Mm-hmm. Dus dat het een nieuwe dynamiek krijgt die wat ongrijpbaarder is misschien. Maar daar is eigenlijk niet zoveel nieuws aan. En dat soort verhalen gaan altijd gepaard met soort binariteiten van onschuld en schuld en goed en kwaad en slachtoffer, dader, wij, zij, heel sterk. En als je daar een analyse van wil maken, want dat is nogmaals, daar is ook in dit hele verhaal ook gewoon niets nieuws aan. Als je kijkt naar de spanningen die er zijn tussen NAVO en Rusland, als je kijkt naar de geschiedenis van dat conflict, dan is het niet verbazingwekkend dat er een spanning is tussen Rusland en NAVO. Mm-hmm. En dat Rusland daar een framing aan geeft en dat ook hier vanuit Europa daar een andere framing tegenover staat. En als je daar een analyse van wil geven, dan moet je gewoon vragen stellen, analytische vragen, journalistieke vragen, van wie verspreidt dit nieuws? Waar bestaat het uit? Hoe is het georganiseerd? En misschien nog wel belangrijkst, wat voor impact heeft het echt? En waarom gebeurt het? En hebben we dat beeld voldoende? Dat zijn nu vragen, maar ja. Is het nog een beetje een schimmig, of zitten we in de mist, of weten we eigenlijk al heel goed? Ja, we zitten behoorlijk in de mist. En ik vind ook dat de documentaire een heel erg belangrijk onderwerp aansnijdt, maar eigenlijk helemaal die vragen niet beantwoordt. Mm-hmm. Eigenlijk vind ik de documentaire zelf een beetje vallen in die binariteit. Mm-hmm. Van goed en slecht en dader en slachtoffer. Want je had meer dan het Russische perspectief aan het woord ja, willen horen. Rusland wordt nu toch wel neergezet, ook met allerlei filmische elementen, als een, ja, als echt een dreiging. Weet je, als je kijkt naar hoe de documentaire is gemaakt met de muziek en de teksten, dan is er duidelijk een dader in dit verhaal en er is een slachtoffer. En er wordt te weinig onderzocht van, nou, maar waarom doet die dader dan wat hij doet en wat is dan precies de impact van dit verhaal? En dan, als je zou gaan proberen te zoeken naar antwoord op die vragen, dan krijg je wel ten eerste een complexer beeld. En ten tweede, eigenlijk, en dan gaan we misschien wel helemaal uitzoomen, en dat is eigenlijk de vraag waar jij die je net stelde, van ja, dit is van alle tijden, dit doet het Westen ook. Mm-hmm. En als je nou gaat kijken naar welke framing, welk nepnieuws heeft nou echt grote invloed gehad in de afgelopen tijd? Echt consequenties gehad? Ja. Ja, dan moeten we toch vooral naar onze eigen nepnieuws kijken. Wat is dat dan? Nou, het grote leugen van 2003 dat Irak massa vernietigingswapens ja. had. Wat gewoon echt een pertinent leugen was. Daarop is natuurlijk de hele invasie in Irak gelegitimeerd met meer dan 2 miljoen burgerdoden. Mm-hmm. Dus dat is niet niks. Weet je, dat is natuurlijk een westerse framing. Die deze Russische strategie is daarna pas ontstaan. Dus dat hebben we misschien een beetje over onszelf afgeroepen. Is dat wat je zegt? Nou, het is een kwalijke zaak. Mm-hmm. Dat is absoluut zo. Kwalijk in die zin dat het deel is van een oorlogsdynamiek of van een conflictdynamiek op zijn minst. Maar opnieuw, als je daar de bredere context bij wil pakken, als je gaat vragen van nou, waarom doet Rusland nou wat ze doen. Dan moet je even uitzoomen. Dan moet je een wat langere historisch traject pakken. Ja, ja. Ik weet niet hoeveel tijd je hebt. Nou dan, ja, ik kan me voorstellen dat we het dan ook over na de Koude Oorlog gaan hebben. Dan moet je gaan kijken, oké, 1990, de muur valt of daarvoor. Mm-hmm. Dan worden er afspraken gemaakt met Gorbachev. Vrij duidelijk met Helmut Kohl en Bush senior. NAVO zal niet opschuiven naar de oostgrens, de uitbreiding van NAVO. Dat wordt nu weggezet als een mythe, maar
Bij ons geschiedenisdepartement in Utrecht is er recentelijk nieuw archiefmateriaal gevonden dat wel degelijk Oké. We hebben goed dat je het noemt. Tot aan de grens, tot meteen binnen een aantal jaren schuift het aan tot aan de grens van Rusland. Dus dat Rusland zich bedreigd voelt, is niet zo heel vreemd. Niet gek. Dan toch nog eventjes, in hoeverre, want dit is volgens mij heel een nuttige context om te hebben, maar werkt dit dan? Want wij hebben ergens hier het idee, de dame van de NAVO zegt, goh, dit is echt wel spannend voor een democratie als de onze. Ja. Er is een bepaalde dreiging, of in ieder geval een gevoel van dreiging. Maar dan toch eventjes, werkt dit? Of? Nou, dat is een goede vraag. Wat is dan precies de impact? Ik kan me voorstellen dat in de Baltische Staten de etnische Russen onder invloed blijven via het nieuws van Rusland, mm-hmm. en de waarheidsfantasieën die daar worden gepropageerd. Dat resoneert onder etnische Russen in die streek, is verbaast mij op zich niet. Mm-hmm. En wat dat dan voor gevolgen heeft voor de relaties in Litouwen onderling met niet-Russische bevolkingsgroepen, en of dat kan escaleren tot geweld, dat verwacht ik niet, eerlijk gezegd. Dan moeten er ook middelen, dan moet de organisatie bij komen. Maar we hebben daar die NAVO-missie. Dat is wel zorgelijk. Mm-hmm. Ja, absoluut. Dus dat zou je dan kunnen onderzoeken. Maar ik geloof volkomen niet dat Russische trollen op enige manier onze democratie gaan ondermijnen. Of dat wij nu anders gaan stemmen. Omdat er met Russische middelen misschien op onze websites informatie wordt verspreid. Dan nog eventjes de vraag, Helder, wat is dan de relatie tussen deze staatsgedreven desinformatie, dat is een beetje mijn codewoord voor vanavond, en zeg maar de traditionele oorlogvoering? En dan hebben we dus die missie, dat is op zich geen oorlogvoering, maar we zitten daar met een NAVO-missie in de Baltische Staten. Ja. Versterkt dat elkaar? Moeten we dat naast elkaar zien? Of is het desinformatie telt pas als je er ook echt zit met soldaten of zo? Of hoe moet je dat zien? Nou, ik vond het heel interessant dat Mea zo getriggerd was door die missie daar in de grens bij Litouwen. En ik ben daar ook heel erg door getriggerd. Want inderdaad horen wij er als burgers niet zoveel van. Ja. Dat daar dus Nederlandse troepen zitten. En daar worden heel veel NAVO-oefeningen gehouden, ook in die grensgebieden. En ik denk dat je daar heel precies het enorme machtsverschil ziet tussen NAVO en Rusland op dit moment. Dat Rusland niet veel meer heeft dan het middel van desinformatie, mm-hmm. en pogingen tot beïnvloeding. En dat de NAVO daar keihard een groot militair apparaat tegenover kan stellen en heel veel spierballen en machtsvertoon. En dat is wel symbolisch voor hoe de verhoudingen liggen. En nogmaals, Rusland van nu, zat ik voor een hele generatie, voor mijn generatie in elk geval, die omslag heeft meegemaakt. Mm-hmm. Het Rusland van nu is niet het Rusland van de Koude Wereldoorlog. Koude oorlog. Mm-hmm. Rusland is een kleine economie, ver onder Frankrijk en Italië. Kleiner dan Italië en Frankrijk als economieën. Ja. Met militair budget heeft het een tiende van het militair budget van Amerika. Hoor ik je bij de suggestie aan Katipiri dat we ons vanuit de Europese Unie, met de commissie die ze aan het oprichten is, wat minder op Rusland moeten richten en meer op andere spelers op het wereldtoneel? Je kan dat best in de gaten houden, maar het is echt een fictie om te denken dat Rusland nu onze grote agressor is. En je moet het in een volgorde van reactie zien en in een historische context. En dan is er niet heel veel reden tot zorg. Of niet tot dit soort hele grote dreigingsbeelden. Okay. Die zijn niet realistisch. Voor nu even een tijdelijke punt, wil ik zeggen. Zo direct ook praten we graag verder. We gaan nu naar het derde fragment kijken, voordat we zo met Jesse Evers verder gaan praten over hoe desinformatie precies werkt. En in ons fragment komt kapitein Evert-Jan Daniels van de NAVO, ook namens Nederland, aan het woord over die NAVO-missie in Litouwen. Dit is allemaal Kroatisch materiaal. Dit zijn Patria's. Er zit iets van 6 man of 8 man in. Noors logistiek materiaal. Dit zijn de panzervoertuigen. Panzerhauwitzers. Indrukwekkend staal. We zijn hier omdat een digitale oorlog wordt uitgevoerd. En voor die digitale oorlog heb je manschappen op de grond nodig. Je hebt het in de Oekraïne gezien dat het daar ook uit de hand is gelopen in de Donbass-regio.
Dat is ook de reden, een van de redenen waarom wij hier zijn. Wij moeten onze commitment fysiek laten zien naar de Litouwse bevolking. Maar wat voor digitale oorlog dan? De digitale oorlog die wordt gevoerd, zeg maar, met misinformatie, desinformatie en fake news. En dat is moeilijk, want hoe vecht je daartegen? Dat is moeilijk, ja. Ja, want hoe vecht je daartegen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat kan ik je niet beantwoorden. Welkom terug bij de Tegenlicht Meetup aan het front van de informatieoorlog. We praten door met Jesse Evers, projectmanager bij Counter Disinformation Platform DROG. Jesse, welkom. Gaat hebben over hoe je tegen die leugens vecht. We hebben het er al een tijdje over gehad. Detecteren van nepnieuws, waar komt het vandaan? Hoe maak je nou duidelijk dat het is? Maar uiteindelijk ben je toch een beetje het gevoel op zoek naar het gevoel van waar zit nou die bron? En hoe kom je dat dan? Hoe vecht je daar het beste tegen? Ik hoop dat jij daar een antwoord op hebt. Ja, mooi fragment. Dat de NAVO-commandant wordt gevraagd hoe moet je dit doen? En hij zegt, ja. Ik weet het niet. En dan mag ik daar antwoord op geven. Precies, precies. Fair enough. Nou ja, misschien moeten Evert-Jan en DROG maar eens bellen. Het is lastig, hè? Als ik ook nu de discussie net hoor, dan is het zo moeilijk. En de documentaire, het is goed dat hier aandacht voor is. Mm-hmm. Maar het is zo moeilijk om uit dat narratief van wij, zij, propaganda te stappen. En eigenlijk te blijven hangen in wat is het verhaal wat wordt verteld. Je kunt duizenden verhalen vertellen. Mm-hmm. Sterker nog, het echte probleem is niet het verhaal. Maar hoe wordt het verhaal op dit moment verspreid? En hoe beïnvloedt het mensen? En wat is de impact, zoals jij al zei, op de burger, op overheden, op bedrijven, op onze markten? En het probleem is dat de oplossingen die wij hebben, die richten zich toch veel op dat verhaal. Dus we gaan in de Europese Commissie kijken wat de strategie van Rusland is. Of we zetten een NAVO-leger daar. Of we gaan fact-checken. We gaan al het nieuws proberen te checken en dan zeggen we nee, dit is niet waar. En je zit eigenlijk aan het einde van de je richt de slang eigenlijk op het verkeerde brandje. Op het verhaal en niet op de systemen die eronder liggen. Want het juiste verhaal bereikt dan de mensen niet meer? Of dat wordt ook niet geloofd? Je bent eigenlijk alleen maar als een kip zonder kop branden aan het blussen en verhalen aan het proberen te doven. En je bent niet bezig met de systemen die toestaan dat ze verspreid worden. Dus hoe werkt het internet? Hoe kunnen trollen, hoe kunnen bots internet gebruiken om informatie te verspreiden? Ik geloof dat we er beeldmateriaal van hebben. Hey, this person does not exist. En hier kijk je naar eigenlijk iedere refresh knop is een vraag aan de computer. Kun je voor mij iets tekenen? Kun je mij een gezicht tekenen? Deze gezichten die bestaan niet. Die hebben nooit bestaan. Die zijn niet opgemaakt uit iets wat menselijk is. Het is een computer die weet hoe die gezichten moet maken. Hoe die kan tekenen. Crea uur. En hier kan je dan een personage van maken die dingen beweert en die dingen of die slachtoffer ergens van is en allemaal vreselijk. Je kunt het zetten op een nep-account en het is gewoon een tool. De AI is fair daarin. En het zijn die systemen. Als je daar niet je slang op richt, dan ben je eigenlijk alleen maar de foute verhalen aan het stoppen. Okay. Ja. This person does not exist. Ja. Maar dan gaan we zeggen, dat mag niet meer of zo. Want AI ga je niet stoppen. Dat is een ontzettende dynamiek. Zit daarin? Nou ja, this person does not exist is door iemand opgezet om te laten zien hoe goed AI eigenlijk is. Met een goede bedoeling. Mm-hmm. Sterker nog, soms gebruiken wij het ook om copyright te voorkomen. Hè? Want het is een persoon die niet bestaat. Ja. Is prachtig voor presentaties en foto's. Wat je eraan kan doen. Er is een studie ook naar This Person Does Not Exist. Die heeft gevonden dat als je eens goed kijkt naar de systemen en de patronen. Mm-hmm. Dat de ogen altijd op dezelfde plek staan. Dus de foto is getekend rondom de ogen. Ook als het gezicht draait, de afstand, de twee ogen, de twee stipjes, twee brandplekken staan altijd op dezelfde plek. Dan weet je dus als je dat vervolgens gebruikt. Om jouw computer op zoek te gaan naar die precieze formule. YouTube die kan pixels herkennen bijvoorbeeld in zijn video's. Mm-hmm. Dan zou je daar misschien iets in kunnen gebruiken als een defense system. Maar verwacht je dat dan van individuele burgers? Nee. Dat gaat een beetje ver ook. Dat kunnen we niet allemaal. Toch? Nee, dus ik hoor het ook al. Hè. Kati zei het al. Er komt hopelijk een commissie die zich hierop richt met een aantal oplossingen. Mm-hmm. Educatie is extreem belangrijk. Daar richten wij ons ook heel erg op. We hebben een game die je kan spelen. Ja. Waar je zelf het vuur aan mag steken. Zelf bad news mag maken. Okay. Hier inderdaad. Het is een beetje links-rechts klikken. En we vragen je morele kompas uit te zetten. En daarmee leer je eigenlijk hoe werkt het nou? Ja. Hoe gebruik ik emotie om een boodschap te channelen? Hoe zet ik een nep Instagram-account op? En gaat hij dan ook echt live? Nee, zo'n bericht? Gaat niet live. Nee. Dat is onethisch. Ik weet niet, misschien. Maar we hebben er wel research mee gedaan met Cambridge. En dit heet pre-bunking. Dus niet debunking, maar pre-bunking. Ja. Je leert iemand, je geeft iemand een beetje van het gif.
En dan weet je dus eigenlijk ben je gevaccineerd, ingeënt. Ja. En we zien het ook, mensen die die games spelen zijn 20% weerbaarder tegen, zijn beter in het herkennen van slechte titels, nep-accounts. Ja. En dat is waar je natuurlijk heen moet, dus dat is educatie. Nou ja, regulering is belangrijk. Mm-hmm. En ik denk, dus wat ik net aangaf, die systemische, meer cyber elementen onderzoeken van hoe gedragen trollen zich nu eigenlijk? Hoe gedragen robots zich? Ze slapen niet, ze posten wanneer ze maar willen. Hè? Dat is een mens die heeft ergens toch een keer zijn nachtrust nodig. Als je dat soort patronen kan ontdekken op het internet, dan kun je ze ook vangen. Ja. Dan kun je dus... Wat voor regelgeving zijn er goed werk? Want die bewustwording, educatiekant, die begrijp ik. Dat klinkt ook echt, bij wijze van spreken, inspirerend. Daar is een wereld te winnen, kan ik me voorstellen. Kun je een voorbeeld geven van wetten waarvan je zegt, nou god, dat zou eigenlijk, Kati had net over hoe platforms bekijken, hoe die, welke rol die hierin hebben. Is dat ook een kant waar jullie naar kijken? Naar Drog? Ja, het moeilijke is natuurlijk, wij zoeken iets meer, we zien nu dat de commissie en Facebook elkaar meer in court zien. En we zeggen, laten we elkaar nou eens op straat in de streets tegenkomen en met elkaar praten. Want het risico is als je Facebook plat reguleert, dat je een ander platform krijgt wat opkomt en waar evengoed problemen ontstaan. Ja. Dus die regulering zou ze toch moeten richten op hoe richten we nou een veilige infrastructuur in op het internet? À la ons wegennet, je hebt een rijbewijs, je hebt flitspalen. Er zijn allerlei systemen bedacht om hier een veiliger rijgedrag te stimuleren. En dat zou je op het internet natuurlijk ook willen. De oplossing is innovatie. In die zin zijn de oplossingen er nog niet voorhanden. Ik kan je nu niet vertellen wat de juiste regulering is, maar wel dat bedrijven als wij, maar ook de commissie en platforms echt met elkaar aan tafel moeten zitten om te kijken wat werkt, wat testen, wat de uitkomst is. Je hoort ook wel eens, ook in deze context, van zeg maar, gesprekken in Pakhuizen Zwijger, dat die platforms juist harder moeten worden aangepakt. En dat zeg maar, met elkaar in gesprek lijkt niet zoveel op zeg maar, zoete broodjes bakken. En dan gaan we precies doen wat voor hen goed uitkomt. En dan vooral in een businessmodel. Ben jij daar niet bang voor? Nou, ik zeg ook niet dat regulering niet noodzakelijk is. Maar je moet er ook niet op blind staren dat het een trofee is die je mee naar huis neemt. Van ik heb nu Facebook gereguleerd, maar ik heb het eigenlijk het internet niet veiliger gemaakt. En dat vind ik het risico. Ja. Oké, dankjewel. We gaan het weer even bij elkaar brengen, want er is denk ik voldoende op elkaar te reageren. U ziet de namen achter mij, u heeft ze allemaal voorbij zien komen. Hier geldt ook, als u nog vragen heeft, kan dat. Maar ik denk dat er genoeg te bespreken is. We willen even twee dingen uitlichten. Waar moeten we ons echt zorgen maken? Ik begrijp via de techniek dat er wat reactie ook komt op het punt van jou zojuist, Jolle, over dat we ons geen zorgen hoeven te maken om Rusland. En als tweede, van zijn we wel met de juiste wapens aan het vechten en moeten we wat meer offensief denken dan we nu doen? Vraag kwam net ook al eventjes kort binnen. Maar eerst mag ik Koen en Kati het woord geven om te reageren op van, weet je, waar moeten we ons echt zorgen om maken? En wellicht specifiek op het punt dat Jolle Demmers eerder maakte, maar misschien ook in algemene zin. Koen? Nou ja, ik denk dat het enigszins wel belangrijk is om zorgen te maken over de intenties van Rusland. En dat is ook het punt dat de Baltische landen juist constant maken in de context van ja, hallo, wij zijn 50 jaar bezet geweest na de Tweede Wereldoorlog. En het kan dan wel zijn dat de NAVO als instituut beloofd had dat we niet richting het oosten zouden uitbreiden. Maar er zijn natuurlijk landen die dat zelf mogen beslissen. Als de burgers vinden van hey, wij willen bij de EU en bij de NAVO, dan wie zijn Brussel en Moskou dan om dat tegen te houden? Oké, Kati, wil jij hierop aanvullen? Wellicht, of in ieder geval ook op reageren? Oh, Kati, je moet even van de dinges afkrijgen van de techniek door. Ik weet even niet. Ja. Sorry, ja. Dankjewel, daar ben je weer. Ik ben het helemaal eens met Koen. Hè. Dat zijn soevereine landen. Die moeten ook gewoon hun eigen toekomst kunnen beslissen. En ik maakte me een beetje zorgen over de indruk alsof Rusland helemaal niet van die kwade bedoelingen heeft. We moeten wat meer begrijpen wat nou de Russen willen. Ik denk, probeer maar eens met dat verhaal aan te komen in Oekraïne. Of in Moldavië. Of in Georgië. Dat zijn drie landen waar de afgelopen 20 jaar meerdere keren invallen zijn geweest. Bezettingen vanuit Russisch gebied. Probeer maar eens uit te leggen in Syrië. Waar ziekenhuizen plat worden gebombardeerd met hulp van de Russen. Dat de Russen eigenlijk best wel goede bedoelingen hebben. En dat ze zich alleen maar bedreigd voelen. Dus natuurlijk heeft het Westen fouten gemaakt. Maar in het Westen hebben we wel instituties, gelukkig een democratie, waarin je regeringen ook ter verantwoording kan roepen. Dat hebben we natuurlijk niet in Rusland. Dus ik ben zeker niet voor een nieuwe soort koude oorlog. Ik zeg ook zeker niet dat we Rusland moeten zien als de vijand. Maar het zou echt naïef zijn om te onderschatten dat er echt ook kwade bedoelingen zijn bij hoe zij proberen onze democratieën te ondermijnen.
Jolle? Ja, maar mijn analyse is precies dat. Dat die twee kanten bekeken moeten worden. En dat miste ik sterk in de documentaire, waar maar één kant van het verhaal wordt belicht. Dit is een conflict. Er zijn aan beide kanten bepaalde intenties. En natuurlijk is het onzin om naïef naar Rusland te kijken. Maar aan de andere kant is het juist omdat Rusland atoomwapens heeft. En heel belangrijk om dit in context te zetten. De manier waarop Rusland zich nu zelf bedreigd voelt te analyseren. En ook te leren uit het verleden van dat een verslagen vijand niet verder vernederd moet worden. Want dat heel snel kan leiden tot een onnodige escalatie. En wat ik nu zie, en dat zie je ook in Russiagate met het hele verhaal rondom Trump en Poetin. Wat op geen enkele feiten bleek gebaseerd te zijn. Na het Mueller-rapport bleek daar gewoon helemaal niets van waar te zijn. Dat ook grote media in Amerika 3 jaar lang een verhaal hebben in de lucht hebben gehouden wat niet op feiten was gebaseerd. Sorry, maar volgens mij komen we nu precies in een soort discussie waarvan ik aangaf hoe gevaarlijk het is. Op het moment dat je dus niet meer op basis van feiten een discussie voert. Nee, maar dat is maar eigenlijk op basis van complottheorieën. Nou nee, het Mueller Report heeft 20 maanden lang proberen te zoeken naar zo'n verband en heeft moeten constateren dat het verband er niet is. En ik vind het fascinerend dat nog steeds in ook de Nederlandse media dat idee leeft dat er wel was. Dus er is, als het gaat over complottheorieën en fake news en propaganda en bepaalde framings, dan is dat, en dat is in elk conflict zo, dan zitten wij daar zelf volop in en is Rusland daar ook sterk mee bezig. En natuurlijk kan je zeggen, goed, dat is een semi-autoritair systeem en daar is een hoop mis mee en er is een hoop repressie en daar moet je ook heel kritisch over zijn. Maar aan de andere kant is er een even groot vijandbeeld wat niet op feiten gebaseerd is richting Rusland. En onze eigen Halbe Zijlstra is daar ook nog met zijn nepnieuws heeft daar ook nog aan bijgedragen. En dat leidt zeker dat je een land had, van Poetin of zo, dat verhaal bedoel je? Ja, nou goed, dat is natuurlijk ook dat is ook een soort idioot nepnieuwsverhaal onze eigen minister van Buitenlandse Zaken die een vijandsbeeld oproept wat volkomen niet op feiten was gebaseerd. Kati, maar even laatste reactie op dit punt. Ja. Landen annexeren is geen nepnieuws. Ik denk dat we erover eens kunnen zijn dat Rusland dat heeft gedaan, internationaal recht schendt en gewoon inval doet in soevereine landen. Ik denk dat we daarover eens kunnen zijn. Ik denk dat we het ook over kunnen zijn dat Rusland echt op allerlei manieren heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Hoe succesvol dat was, als ze dat niet hadden gedaan, of Trump dan wel of niet had gewonnen, daar kunnen we over van mening verschillen. De vraag in het Mueller-rapport, was Trump zelf daarvan bewust? Nou, daar is geen bewijs voor gevonden, maar wel ontzettend veel mensen om hem heen. Dat er qua de hele opzet van Rusland is juist om ons waardestelsel te ondermijnen door het vertrouwen in democratie te schaden. Ik bedoel, misschien was het makkelijker geweest om deze discussie te voeren als we één tafel hadden gezet. Maar ik zie al dat wij gewoon niet uitgaan van dezelfde feiten in deze discussie. Nee, dat is op zich heel tekenend, denk ik. En daarom hebben we ook een publiek debat nodig. Maar wat ik erg sterk zie, is een totaal gebrek aan zelfreflectie als het gaat over wanneer het Westen bepaalde verhalen de wereld in roept. En de consequenties die dat hebben, en dan heb ik het ook over Irak, en heb ik het ook over Syrië en de bombardementen daar. Dan heb ik het ook over Hawija. En dan heb ik het ook over bijvoorbeeld de manier waarop wij ons inmengen in de Venezolaanse politiek en verkiezingen. Okay, dus er is nog wel een debat te voeren. Helder. Ik wil naar Jesse toe en eventueel ook andere paneleden om daarop te reageren. Bij mijn vraag van Joost, zijn we voorgoed in het post-truth tijdperk beland? Of is er een weg om hier uit te komen? Zo ja, wat is die dan? Jesse. Ik denk natuurlijk wel dat het niet een reëel idee is dat we het internet op die manier kunnen vormgeven dat er geen leugens verspreid zullen worden. Mm-hmm. Maar denk je dat dat zover is dat we dus echt in de post toe dat er zoveel leugens zijn dat we de waarheid, en dan kun je ook nog een boom opzetten of die er wel is, hè, maar of weet je wel, bestaat die nog? Kunnen we dat nog als ankerpunt gebruiken in gesprekken of is dat eigenlijk een gepasseerd station?
het lijkt me natuurlijk heel gevaarlijk om af te stappen van dat anker. Dat lijkt me ook niet, dat moet ook niet het doel zijn. Wil je de integriteit van een individu, van een economie, van een markt, van een democratie in stand houden, dan moet er ergens een soort een objectieve richting in kunnen gaan van regels, van afspraken. Die moet je beschermen. Ik denk wel dat het een enorme uitdaging is om dat op het internet te doen. Juist omdat het zo'n emotioneel verbindend en verdelend platform is. En ja, ik zal de boodschap wederom herhalen. Zolang we niet de slang richten op het snappen van hoe die messages kunnen verspreiden. En hoe makkelijk controlled inauthentic behavior, om een moeilijke term te... Controlled inauthentic behavior. Dus dan ben je iemand aan het manipuleren zonder dat hij doorheeft. Ja, en gewoon op de algoritmes en systemen van het internet gebruiken om jouw boodschap te vergroten ten opzichte van de ander. Of soms zelfs een hele discussie over te nemen. Zoals inderdaad in de Amerikaanse verkiezingen gebeurd is. Dan, als we daar ons niet op richten, dan hebben we een probleem. En ik denk vooral ook dat we verder moeten gaan kijken dan wat er in 2016 is gebeurd. En ons heel erg moeten afvragen, wat gebeurt er nu? En ik zou een brugje willen maken naar het offensief. Is een paar keer gevallen, is natuurlijk een moeilijke term. Je kunt hem ook omdraaien en bedenken, we moeten snappen welke wapens er gebruikt worden. Welke technieken er gebruikt worden, welke systemen er gebruikt worden. Noem het niet offensief, maar... erken gewoon dat er een systeem is wat heel erg uitgebuit kan worden door één partij. Als je een paar bots koopt, je kunt voor 89 cent een Gmail-adres kopen of nog ietsjes meer. En je kunt wat computers erop zetten en je kunt aan de slag. Dat soort dingen daar moet je gewoon kennis over hebben. En zeker instanties, overheden en bedrijven moeten daar gewoon mee aan de slag. Okay. Koen, voor jou, vind je dat wij vanuit het Westen offensiever ons moeten mengen in die informatieoorlog? Zitten we nu iets meer aan de ontvangende kant, om het zo te zeggen? Of iets te veel? Nou, ik vind het moeilijk om daar wat over te zeggen. Ik zeg maar, als ik een poging doe, dan voor zover ik weet is de missie in Litouwen is echt bedoeld als een defensieve missie. Die niet zeg maar, ontworpen is om ooit een keer Rusland binnen te vallen. En ik ben ook bang dat als je het jezelf heel nadrukkelijk en heel openlijk van desinformatie gaat bedienen. Als je zegt van oké, we gaan echt met opzet gaan we... In het Russisch gaan we dingen lopen verspreiden die niet waar zijn om maar wat offensiever te zijn. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Ik denk dat je inderdaad meer moet inzetten op educatie en op zorgen dat, dat meer mensen de mediaberichten kunnen op waarde kunnen schatten. En ook bijvoorbeeld bruggen slaan. In Estland zijn ze bijvoorbeeld bezig om een Russisch-talige tv-zender op te zetten bij de Estse publieke omroep. Omdat er verder geen enkele mogelijkheid is voor Russisch sprekende Esten om nieuws te ontvangen wat niet door Kremlin TV's soms is geproduceerd. Oké, dankjewel. Jolle, nog even naar het post-truth tijdperk, hè, waar ook net aan gevraagd wordt. Eerst even voor bordurend op dit offensief of meer reactief. Heb jij het idee met de dingen die je net zei dat we eigenlijk helemaal niet zo defensief zitten hierin en dat we eigenlijk al behoorlijk offensief bezig zijn in de beeldvorming die we over Rusland hebben? Begrijp ik dat goed? Ja, en ik denk een offensief wat echt duurzaam is, is stoppen met bezuinigen in de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Ik geloof dat Tegenlicht zelf enorm gekort is de laatste jaar. Ja. Korten op het onderwijs, bezuinigingen in het hoger onderwijs. Zijn allemaal zaken die niet helpen met het vormen van burgers die zelfstandig hun analyses kunnen maken. Dus dat is echt de conclusie van vanavond, dat is de oplossing. We gaan niet zeggen maar voor mijn gevoel tegen... is dat de enige oplossing. Okay. Ja, om gewoon een gezond analytisch vermogen te creëren en dan nog bij burgers. Even naar jou. Zitten we nu in een post-truth tijdperk? Nee, we zitten in een tijdperk van corporate media. En dat is volgens mij een van de grote problemen. Oké. Nee, niet in een post-truth. Kati, voor jou even echt afsluitend. Hoe zie jij dat? Zitten wij in een post-truth tijdperk? Dat gevoel heb je soms wel. Dus ik denk dat het belangrijk is, wat net is gezegd, investeren in onderwijs. We hadden vroeger op school, op de basisschool, begrijpend lezen. Nou, min of meer hetzelfde principe moet je natuurlijk ook hebben met de nieuwe media. Het blijven investeren in traditionele, betrouwbare media.
Maar ook wat Jesse zegt. Hè. We vechten eigenlijk natuurlijk ook als parlementariërs altijd de oorlog van gisteren uit. Mm-hmm. Terwijl we weten dat op hele korte termijn er op nog veel geavanceerdere manier artificial intelligence het nog moeilijker wordt. Dankjewel, Kati. Ik schuin een blik op de klok. Ik denk dank jullie allemaal voor je aanwezigheid. Ook de mensen thuis voor het kijken en vragen insturen. We hebben iedere werkdag een livecast vanuit Pakhuizen Zwijger. Check onze site voor meer details. Eén of meer zelfs. Volgende week Lekker Conservatief van Britta Hosman. Een nieuwe tegenlicht. In de aflevering Tom de Nooier namens de SGP. Robert Lem, ook wel fluisteraar van Thierry Baudet genoemd. En socioloog Kita Muis. En in de meetup op woensdagavond, u ziet het achter mij staan, 27 mei. Reflecteren we daarop met Wouter Ubbink, Arie Reineveld en Bibi Wielinga over de opkomst van rechtsconservatisme en de politieke activiteit onder jongeren. Fijn dat u erbij was, fijne avond en graag tot volgende week. We'll be right back.